en welkom bij de allereerste breitutorial van Elleniets Ooit. In deze tutorial ga ik beginnen met jullie de basis te leren. Ik ga jullie namelijk steken leren opzetten. En daarvoor hebben we de Soul Alpaca nodig. Dat is een super toffe wol van 100% baby alpaca. Super zacht en ideaal om mee te leren breien. En voor deze wol hebben we breinaalden nummer 6 nodig. Even zien dat ik dat hier goed leg. Voilà, zo. Dan zien jullie dat ook heel duidelijk. Maar we kunnen niet op deze manier beginnen breien met dat strengetje wol. Want, zoals ik net zei, het zit op een streng. We moeten daar zelf nog een bolletje van rollen. Dus het gemakkelijkste is om daarvoor het papier ervan af te halen en open te plooien. En dan ziet u streng er even bij halen. Zo uit. En je gaat zien, als je die open doet, dat hier en hier nog een knoopje zit. Knip dat gerust los. En dan kun je dit over een stoel hangen. En het uiteinde zoeken en super gemakkelijk een bolletje wol van rollen. En dat ga ik nu voor jullie doen. Zo. Opgerold staat netjes. Dus, de manier waarop jullie gaan leren opzetten noemen we de duimmethode. En hiervoor heb je om te beginnen maar één breinaald voor nodig. Dus die andere leggen we even uit de weg. Voor deze methode heb je ook een vooraf bepaald stuk draad nodig. We zeggen over het algemeen dat de lengte van de draad 3 keer zo lang is als de breedte van je breiwerk. Dus als je bijvoorbeeld een sjaal van 20 cm breed wilt breien, dan moet dit stuk 60 cm lang zijn. Zo nauw komt het uiteindelijk niet, maar het moet wel echt lang genoeg zijn om je steken op te zetten. Want we gaan eigenlijk breien met onze duim. Om te beginnen maken we een magische lus. Ik noem het een magische lus, want je kent dat misschien wel van toen je klein waart. Je hebt een knoop en als je daaraan trekt, ops, is die weg. Dus, stuk touw over je duim en je wijsvinger en kruisen in je handpalm. En dan kun je eigenlijk het andere uiteinde zo vastpakken en erdoor trekken. Maak je terug los. Dus, stuk touw over je duim en je wijsvinger. Kruisen in je handpalm en het andere stuk erdoor trekken. En kijk, mooie lus. Laatste keer. Stuk touw over je duim en je wijsvinger. Kruisen in je handpalm en het andere stuk erdoor trekken. Voilà. En nu hebben we een mooie eerste steek. Die steek tellen we dus ook wel altijd mee als steek die je opzet. Dus als ze tegen u zeggen, zet 30 steken op je breinaald en is dit uw eerste steek. Dus, dit zetten we dan op onze breinaald. Ik probeer altijd het losse stuk aan mijn linkerkant te houden. Dat vind ik eigenlijk het gemakkelijkste om te breien. Dus, waarom dat we dit de duimmethode noemen? Dat is eigenlijk vrij duidelijk. Neemt uw duim, en je neemt ook het stuk touw vast, en je draait je duim onder de lus. Dus eigenlijk creëert je een lus rond je duim. Wat de volgende stap is, je steekt je breinaald daardoor. Met de touw dat je in je rechterhand hebt, draait je over de breinaald. De lus over je duim trekt je daarover. En je trekt aan. Dus eigenlijk heb je nu exact hetzelfde gedaan als de lus dat je net over je hand hebt gemaakt. Maar nu rond de breinaald. Ik zal het nog eens voordoen. Beetje trager. Een beetje duidelijker, want het zag er waarschijnlijk wat moeilijk uit. Duim. Pak je touw vast. Je draait een lus rond je duim. Je steekt je breinaald daardoor. Met het andere touw draait je rond je breinaald. En je lus trekt er dan over. En aantrekken. Dus, duim. Draaien. Erdoor. Erover. Erover. En aantrekken. Je neemt je duim, je maakt een lus, steekt je breinaald erdoor, je maakt een lus met het andere touw rond de naald en je trekt je duim erdoor. Dus duim, lus, erdoor, lus, erover en aantrekken. Nog eens. Duim, lus, erdoor, erover. En aantrekken. Duim, lus, breinaald erdoor, lus met het andere touw, erover en aantrekken. Zo, en dan zie je dat daar stilaan een mooi rijtje steken opkomt. Dus ik zou zeggen, probeer dat opzetten eens een aantal keer. Haal die steken er gerust af, trek die terug uit. Dat gaat super makkelijk. Kijk maar en maak die magische lus van in het begin nog eens opnieuw.
Zet die op je breinaald en blijf gewoon proberen totdat het vlotjes gaat. Wil je graag nog wat extra info bij wat ik vandaag heb uitgelegd in deze tutorial? Dan heb ik een supergoeie tip, want in het breiboek Goed Gemunt staat alles wat ik hier vandaag heb gezegd ook nog eens uitgelegd, maar dan uitgeschreven en met tekeningetjes bij. Dus, ik zou zeggen, bekijk het eens. Het is echt supergoed. Goed, dat was het dan voor deze allereerste tutorial. Ik hoop dat jullie het een beetje duidelijk en nuttig vonden. En met de volgende tutorial gaan we verder met de basissteek van al het breien, namelijk de rechte steek. Tot zo!